Kijk, ze zeggen wel eens, je mag nooit fan zijn van je eigen spelers. Maar hij is een speler die, als we het hebben dus over net over beslissingen nemen. Hij neemt eigenlijk 9 van de 10 keer de juiste beslissing. En ik had een fase dat ik dacht van ja, op het moment dat hij op een hoger niveau gaat spelen, dan hoop ik dat ze hem wel vinden. He, dus zonder bal, hoe lang hij durfde in een bepaalde ruimte te blijven. En hij durfde die spanning in die kleine ruimte te houden, alleen hij kreeg de bal niet. Of hij liep op het juiste moment, niet vanuit het gezicht van de tegenstander, met een aanloop. En hij deed eigenlijk alles vanuit het tekstboek gewoon goed. Alleen hij kreeg de bal niet. En dan word je dus niet beloond voor hetgeen wat je eigenlijk hebt gedaan. En hij was en is vaak nog steeds zo'n type speler. Dus hij, dat triggerde me altijd wel. Ja.